Okay. Zo, dames en heren, jullie mensen die net hebben gesport, ik weet niet of jullie weten wat er gaat gebeuren, maar er wordt hier gesproken over een paar issues, paar bepaalde dingen die eventueel heel goed voor je kunnen zijn, bepaalde informatie. Ik heb iemand uitgenodigd hier, zij komt uit Amerika. Zij is een nutritional pharmacist, dus eigenlijk een licensed apotheker. Die alles weet over medicatie, de samenstellingen van chemische en synthetische componenten, zeg maar. En, maar zij is ook dus, weet ook heel veel over voeding, over op celniveau. Oh, lekker ging dat met die deur, hè? Heb je hem kwaad gemaakt? Dus? Ik, hè? Nee. Maar ze weet dus heel veel. En het mooie ervan is, ze was eigenlijk in Ierland. En we hebben eigenlijk contact met elkaar, we werken samen op het gebied van voeding vooral. En natuurlijk ook als ik vraag heb over medicatie, dat kan ze heel goed doen. En nou, ze was in de buurt, Ierland, en ze zei van, nou, ik ben in de buurt, weet je, ik kan ook eventueel naar Nederland komen en een paar infoavonden geven of ochtenden. Nou, dat heeft ze dus ook gelijk gedaan. Ik zei, nou, geweldig, dan gaan we dat hier in de sportschool doen, dan kun je ook. En we hebben nog meerdere meetings in het land. Maar ze is dus ook hier. De nutritional pharmacist, je kunt haar in principe alles vragen. Ze zal even vertellen wie ze is, wat ze doet. Zijn er mensen die moeite hebben om Engels te verstaan? Amerikaans? Ja? Oké. Wat? They really problems with like understanding? Maybe I can translate? For sure. Yeah? Can you then do like a talk after a sentence? Definitely. Or do you want me to do it in context? Maybe we'll do like 5, maybe 3 minutes. Segments. Okay. Yeah. Yes, okay. Ik ga in context vertalen, dus een beetje wat zij heeft gezegd. Dan stop ze even en dan ga ik een beetje heel snel vertellen wat het ongeveer in context dan wat er dan gezegd is. Dames en heren, mag wel applaus. Je ziet toch uit Amerika deze Melissa Collins. Thank you, Rudy. Really great to be here. Good morning, everyone. Today is June 7th, 2017. So really happy to be here on this. What day is it? It's Wednesday. We're here on Wednesday. So, and I did hear Rudy say that I'm an apoteca, which is a pharmacist in the United States. And what that means is we work a lot with, one of the things we study when we're in school is we learn a lot about physiology and biochemistry. So I just want to see by a show of hands how many people understood what I just said. Anybody comprehend what I said? Okay, great. So, you know, I went to school a long time. I went to school for 8 years to study about the body. So do you mind just translating that? Yeah, okay. Nou, ze is eigenlijk heeft een bepaalde studie gedaan in Amerika, en dat is dat heeft 8 years of study. Yes. 8 jaar studie en dan om dus apotheker te worden. Yeah, great. And so one of the things we learn is we learn biochemistry. So what that means is we learn in an innate way the body works. So we learn about, you know, how proteins function, how enzymes function. We learn all of that on a cellular basis, so we know what's happening in your body. So when I started practicing pharmacy, some of the things I noticed is people would take pills. They'd start with one pill, and then they'd get sicker. And then they develop another disease. And then over time, they'd end up on 3 or 4 to 5, 7 medications. And I'd actually watch these people, they'd come in and they'd look pretty healthy when they'd start. And then over the years, they would just get, their health would decline. They would get sicker and sicker. Okay, eigenlijk, op die, eigenlijk wat ze gestudeerd heeft, dat heeft te maken met enzymen. Eigenlijk allemaal op cellulair niveau. En daar wordt ook geleerd, nou, op de duur dat mensen, zag ze ook, dat ze dus bijvoorbeeld medicatie kregen. Wat dan werd voorgeschreven. Maar op de duur zag ze bijvoorbeeld dat mensen eigenlijk op lange duur daar niet echt beter van werden. Dus dat het in het begin wel misschien iets deed, maar dat op langere duur merkten ze gewoon dat mensen dus eigenlijk door gebruik van medicatie er eigenlijk ook uiteindelijk slechter van werden. Right. And so what I also knew, because I understood biochemistry from, you know, my studies, is that if people were to change their diet and to, you know, get nutrients in their food, they probably wouldn't have these conditions. Because that's how we actually deteriorate, is through not getting nutrition in our body. So nutrition, if you will, the little molecules that do all these things, the
the proteins, the amino acids, the minerals, the vitamins, they're actually the little constituents in your body that do what you're doing right now. You're sitting here, you're breathing, you're digesting food, you're listening to me. All of these are chemical reactions. And if you don't have what you need in your body, you're not going to be able to do it. And you know how you're feeling by, you know where your health is by how you're feeling. So how's your energy? How's your clarity? How's your focus? So these are all hints for you when you're navigating through life on how you're feeling. So if you're not feeling efficient or high, you know, a lot of clarity, that means you probably don't have the nutrition you need. And there's multiple reasons for that. One is you're not getting it in your diet. Another one is that what you're eating is interfering with the absorption of that. So that's kind of a big picture of that. Mm-hmm. Yeah. Well, eigenlijk een beetje, en wat zij dus vertelt is dat uiteindelijk als mensen ziek worden, is dat vaak te maken met uiteindelijk dat je eigenlijk voedingsstoffen die in je lichaam nodig hebt, dat die vaak eigenlijk iets te weinig zijn. En door eigenlijk het tekort aan bepaalde voedingsstoffen gaan bepaalde delen in het lichaam gaan dus minder functioneren. En uiteindelijk, dat kan van alles zijn, zeg maar. Dus eigenlijk is het de bedoeling eigenlijk, als je dus optimaal gezond wil zijn, om dus bepaalde waardes aan te kunnen houden wat betreft je voeding, stoffen. En dat heeft dus te maken met mineralen, vitamine, probiotische dingen, dus van je maag, bacteriën die ook heel belangrijk zijn. Nou, dat is eigenlijk een beetje wat zij net heeft verteld. Great. Yeah. So that's a really, really big picture. And because I know that some of us here aren't fully, there's a little bit of a language translation right now. That's kind of the real big picture from there. And for me, doing what I did for 15 years, seeing people get sicker and sicker, I didn't want to do that anymore. I wanted to be on the other side of the system, and I want to be participating in the system change that's coming. So in the early 1940s, earlier part of our last century, we stopped teaching nutrition to doctors. So doctors weren't learning what we know, and they didn't understand that. So you as a patient weren't getting this information. So what I'm doing now in the United States is I'm participating with people getting this information, because if they get this information, they can actually rebuild and regenerate their body. And that's the focus. And you learning that yourself on how to take care of yourself really, not taking drugs that then just stop the symptom. I want to teach you and other people how to rebuild and regenerate their body. And so that's what happened. I was in the system. I learned about how the system works. And now I work outside of the system. And that's why I'm here today. Okay, en dat heel snel gezegd. Ze weet dus wat het is eigenlijk om in de wat medicatie is, ze heeft er echt in gezeten natuurlijk, jarenlang. Heeft ook natuurlijk voorschreven, hè, bepaalde recepten en dat soort dingen en medicatie. Dus eigenlijk, maar nu zegt ze, van, omdat medicatie eigenlijk uiteindelijk op lange duur vaak dingen afbreken meer, is ze dus eigenlijk naar de andere kant gegaan. En dat is vooral het voedingverhaal. Dus net zoals je wel eens gehoord, laat voeding bijvoorbeeld je medicijn zijn. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gehoord. Maar eigenlijk is ze dus eigenlijk aan de andere kant gaan staan medicatie, omdat ze heeft gezien eigenlijk en erachter is gekomen dat, ja, ondanks dat ze daar helemaal voor gestudeerd heeft, dat ze eigenlijk zag van oké, we kunnen dit ook op een andere manier doen. En dat kan dus door middel van voedingsstoffen die gewoon natuurlijk zijn eigenlijk. Dus wat je in het voedsel vindt. Great, thank you. And I know we do have some disease questions today because I was speaking to some people that are in the audience, so I think I'm just going to jump into that. Yeah. And so this person shared with me that they have, what we refer to in the United States as hyperthyroidism, they have high blood pressure, they also have diabetes. And for some of you listening, you might think, well, there's no connection between those things, right? There's hypothyroidism, there's high blood pressure, and there's diabetes. And I want you all to understand that there is an interaction and there is a relation to why all of that is happening. And I know off the bat, just from her sharing that, the number one thing for her to do, which is completely free, and we all like that word, we all like the word free, would be for her to go gluten-free. And the thyroid, any thyroid issue can be quickly remedied. I've never seen this fail with just going gluten-free. Can I ask you one thing? Yes. You said blood pressure low or high, and before, the word before you said? Diabetes and hyperthyroidism. What is that? Dat is een snelle werkende schildklier. Ah, oké. Okay. Dus heel veel mensen hebben last van een schildklier. Dat is ook een van de redenen waarom sommige mensen heel veel moeite hebben om te kunnen afvallen.
simpelweg of juist hem heel erg afvallen. Dat komt omdat een schildklier te snel of te traag kan werken. En dat heet dus eigenlijk hyperthyroidism. En ze had het over diabetes en bij en high blood pressure. En hoge bloeddruk. Dat zijn vaak van die veel voorkomende dingen. You see it often. Yes, we see it often. And again, like I said, you'd see that patient, they come in, they might be hypothyroid. The doctor starts them on a synthetic thyroid medication, which actually does nothing to address the underlying thyroid issue and really boost the thyroid. Okay. Vaak wat je dan krijgt is een bepaald soort medicatie. En wat dan eigenlijk het bepaalde symptoom verzacht, dat is dus wat medicatie doet. Maar alleen de onderliggende oorzaak wordt daardoor niet aangepakt. Omdat dat vaak iets is wat vaak ergens anders vandaan komt. En dat is vaak een beetje het probleem. Dus daarom, als je dus medicatie gebruikt, dan wordt op dat moment eigenlijk de pijn misschien weggehaald. Maar de oorzaak waardoor het is gekomen, wordt niet aangepakt. En dat is eigenlijk waar ze dus heel erg wat er tegen de borst staat. Great, great, Rudy. And I'm not sure if you covered it, but if you were, I know a lot of us know hyperthyroid people most likely. And if you were to pick a thyroid medication to work with, I would recommend Nature Throid or Armour Thyroid. And that's because it actually comes from porcine thyroid and it really does fit into your thyroid and really boost your thyroid. Everything else synthetic, like Synthroid, and I'm not sure what you guys have here, but Levothroid, those are artificial synthetic thyroids, and they're just affecting the levels. They're not actually underpinning your thyroid and building it up. And the first one was natural? Nature Throid is what we call it, and also Armour Thyroid. So anything derived from porcine, anything derived from pig thyroid. Okay, from actual thyroid. Yes, okay, ze zegt ook voor bijvoorbeeld, je hebt medicatie voor schildklier. En wat je daar wel voor zou kunnen gebruiken is bijvoorbeeld iets wat natuurlijk is, maar dat komt dan bijvoorbeeld van een varken, de schildklier van een varken. En een varken lijkt ook eigenlijk bijna heel veel, wat ook genetical, lijkt heel veel op het menselijk lichaam. Ja, zijn allemaal varkens bijna. Dus, dus zoiets is nog bijvoorbeeld natuurlijk, maar wat is heel vaak wordt gedaan is dat je dus een synthetisch iets krijgt voor je schildklier en dat werkt eigenlijk op de duur dus echt tegen je. Dus je kunt wel medicatie nemen, zeg maar je hebt ook bijvoorbeeld natuurlijke medicatie. Right, yes. Right. And also iodine is really important. Iodine, which is found in dulse, seaweed foods, that's very naturally stimulating to the thyroid gland. So, I mean, that was kind of a little off track, but the point is that she, you know, this person we're discussing has an issue with their thyroid and we want to address it. So, and I want to help you guys understand, you know, thyroid issue, high blood pressure, diabetes, they're all linked. And one of the things you know right away is this person's eating something, they're, you know, they're having a low level inflammation and that's why all these diseases are starting to pop up. So for someone like that, changing their diet, going gluten free, making sure they're eating nutrient-dense foods, watching their sugars, and ideally supplementing. If she did all of those things, she'd see these conditions reverse and regenerate. And I've seen that multiple times. Okay, dus die dingen wat je net hebt genoemd, dingen die je kunt hebben met die schildklier, diabetes en bijvoorbeeld hoge bloeddruk, zijn vrij gelinkt aan elkaar. Dus, en ze zegt ook als je dus simpelweg je voeding iets zal veranderen, en je zal bijvoorbeeld ook glutenvrij gaan, want we hebben allemaal wel eens gehoord van, nou ja, gluten. En wat is dat nou eigenlijk? Dat ga ik nog niet vertellen, maar gluten is wel iets wat in je darmen in ieder geval de opnamecapaciteit drastisch vermindert. Dus ook al zou je veel voedsel eten, wat bijvoorbeeld vrij goed een goede waarde heeft, toch zul je bijvoorbeeld daardoor de helft bijvoorbeeld niet kunnen opnemen. En als je bijvoorbeeld gewoon een paar dingen anders zou doen, dan zul je bijvoorbeeld die dingen die nou eigenlijk, waarvan wordt gezegd, bijna niet op te lossen zijn, heel simpel gewoon kunnen terugdraaien, zoals diabetes, een schildklierprobleem, jodium, heb ik ook wel eens van gehoord, is voor een schildklier heel belangrijk. Maar dat is eigenlijk, wil ze eigenlijk zeggen van, nou eigenlijk op een hele simpele manier kun je de dingen die worden geadresseerd als zijnde bijna niet te genezen, heel goed zelf genezen door gewoon de juiste dingen iets anders te doen. Great, great. So I feel that's a pretty big picture. And at this point, what I usually like to do is open the floor to questions. And that can be in relation to the pharmaceuticals that you're on.
that could be in relation to your own personal biochemistry and something you want to accomplish. So the floor is now open for questions. Oké, er mogen vragen gesteld worden, want het is eigenlijk het liefst wat ze doet eigenlijk. Zij houdt van echt mensen helpen, dus eigenlijk op maat het liefst. Als iemand dus iets heeft, misschien een aandoening, of wil iets meer weten over medicatie, ja, dat iemand misschien medicatie gebruikt, of simpelweg wat meer over voeding weten en misschien ben je aan het sporten en merk je bijvoorbeeld dat je na een tijdje sporten dat het bijvoorbeeld juist minder gaat, of dat je juist moeier wordt. Het kan van alles zijn, maar op dat gebied, zeg maar, zou je gewoon even, dan kun je gewoon vragen en daarvoor is het nou eigenlijk open. Je zegt net dat je twee soorten medicijnen hebt, de schildklier, ja. De chemische en de natuurlijke. Ja. Mijn vrouw heeft met de schildklier, ja. Die heeft de medische medicijn, of synthetische medicijn. Oké, okay. Ja. Maar waarom schrijft een arts dan niet het natuurlijke medicijn door? Okay. Why is it that for the thyroid, yeah. She has medication for thyroid issues. Why is it that the MD does not prescribe, you know, the natural thyroid medication? Yeah, yeah. Why is it? Why did my doctor do what my doctor does? Why did my doctor tell me that? I get that a lot. It's one of my favorite questions, and I hear it a lot. So why didn't your doctor make the better choice? Why didn't your doctor make the better biochemical choice? So when we look at medicine, we have to remember that medicine is a very lucrative business, and there's a lot of parties involved that want to make a lot of money. Not only in the pharmaceutical industry, we also have the food industry. So, you know, really, really big corporations, and there's just decisions that are made. But one of the things I can tell you simply about Synthroid and Levothyroid is that they were heavily marketed to the medical profession. They were, I mean, you never got away from Synthroid commercials. They were all over the place. Drug reps went in, they sold, they educated doctors directly, and doctors believe that. Doctors don't have a lot of time, really pharmacists don't have a lot of time either, but these pharmaceutical reps would come in and they'd say, hey, this Synthroid's gonna work in this different pathway. And honestly, you guys, I briefly was a pharmaceutical rep, and I can tell you the 5 minutes I got with that doctor changed the way that doctor prescribed drugs, because that doctor trusted me implicitly. Luckily, I wasn't representing anything that I had ethical issues with, but that 5 minutes I got with that doc, he made decisions based on what I told him. So that was happening in a lot of the United States, and I'm really guessing to some level that happens here in Holland. Do you guys have pharmaceutical reps? Great. So Synthroid's a really large company. They're, you know, the manufacturer's really huge. They can put a lot of money in advertising. The docs just don't take the time to understand the full biochemistry behind it. And the reason is we took nutrition out of their curriculum, which we're now in I'd say early 2000s, we started weaving back in. So FYI, it's changing back. Number two, they just implicitly trusted what they heard in the medical system, and they just did what they thought was best for you. And if they saw the lab values get better, right, her blood tests probably get better, so they just are like, okay, she's getting better. But you know what's going to happen with that drug, with Synthroid and Levothyroid? She's going to have to continue taking higher doses to get that laboratory result. Versus what I discussed, Naturethyroid or Armour Thyroid, she continues taking that, she stops eating things that are interfering with the absorption of nutrients such as sugars and gluten. She's actually gonna find that she's gonna be able to lower her doses. So that should be a hint to you right there. Are your pharmaceutical doses continuing to go up to manage your conditions? Then that's a sign that you're really not doing anything biochemically to help yourself. Versus if you start taking nutrients, you're gonna find that your values, your lab values get better, and the drugs that you need are gonna go lower. Okay. Nou, het heeft ook te maken met, omdat de farmaceutische industrie, ja, dat is een van de beste industries waar het meeste geld wordt verdiend eigenlijk. Een van de, voor mij de tweede waar eigenlijk geld in wordt verdiend, grootste wereldwijd eigenlijk. Dat heeft daar natuurlijk mee te maken. Ze zeggen ook die synthetische dingen die worden natuurlijk door farmaceutische bedrijven gemaakt. En daar gaat ook heel veel reclame in. Dokters krijgen bijvoorbeeld ook daar bepaalde extra natuurlijke bonussen op. Het is gewoon een handel, zeg maar. En dat weet zij ook, daar komt ze ook vandaan natuurlijk. En
Zelf heeft zij natuurlijk ook in die tijd daar heel erg mee bezig geweest. Dus zij heeft zelf gelukkig niet echt iets gedaan wat zij onethisch vond, zeg maar. Alleen, het heeft meer te maken dat ook in de opleiding van artsen en de apotheeks, daar is vanaf 2000, no, they teach nutrition, ja, ongeveer van het jaar 2000, werd er eigenlijk bij doktoren het vak, zeg maar, voeding wordt niet meer geleerd. Dus artsen leren niks meer over voeding en wat voeding kan doen in het leven. Dus ze weten in principe niks over vitamine C, D of weet ik veel. Ze weten eigenlijk niet precies wat er aan de hand is op dat gebied. Dus dat is ook een van de redenen waarom dus artsen simpelweg daar ook niet kunnen voor, want ze weten er op zich vrij weinig van. Dus artsen weten meer van de synthetische componenten dan bijvoorbeeld van de natuurlijke componenten. Dus en je zegt ook van, je kunt het merken, als je bijvoorbeeld medicatie neemt en je moet steeds een hogere dosis nemen, dan doet het niks voor je lichaam. Want het helpt het je niet. Zeg maar. Dus als dat het geval is, dan zegt ze van ja, je zou dat ook kunnen oplossen met natural, dus natural stuff. Like, wat heel belangrijk is jodium, zegt ze ook, selenium, copper. Dat zijn vooral de drie dingen die heel belangrijk zijn als jij dus echt jodium, selenium en koper. Ja. En als je daar meer over wil weten, dan kan ik je wel bij helpen. Maar is je antwoord in de ja, maar als we nu naar de arts, huisarts gaan, ja, en zeggen we willen naar van het synthetische af en we willen naar het natuurlijke, is dat dan eenvoudig te regelen? Oh, he asked, if you go to like your MD and you ask for the, you know, the natural product, is it possible that can he prescribe or is it a different corner? Most likely he can, a lot, or she can. A lot of the doctors that you work with though might, I remember there was a lot of backlash initially. Patients would say, oh, I want to work with Natrathroid or Armour Thyroid is what we, there's two brands in the United States. And the docs would say, oh, that's not going to work, or you know, there just would be a little bit, but you know what you want to do? You want to find the doctor that's going to work with you. So when I'll have a lot of patients, they'll come to me and they'll say, hey, I told my doctor I started this, you know, this supplement, this nutritional supplement program, and you know, the doctor said it's not going to work. It's not going to work, and they don't support you. So you want to find somebody that's going to support you. And if initially you're just kind of stuck with that doctor, go ahead, start your nutrients, no reason to wait, and then you guys, I guarantee it, you're going to start seeing things change. We just do these simple things. We watch what we eat, especially if we have inflammatory conditions. We stop eating gluten, because gluten is a huge inflammatory. We stop doing that. We make sure, you know, just watch our sugars. We're not drinking a lot of Red Bulls and Monster drinks. And we start supplementing, conditions naturally regulate. Because what's great about the body is it's its own little test tube, and it's its own little self-regulating container. And if you get the right little things in there, I don't care what it is, you're going to see changes. So that's what's really fun about the body. Oké, eigenlijk zeg ik dat je moet het met je dokter, kun je het altijd over hebben. Wil je dokter eigenlijk daar niet in meegaan, zeg maar, dan kun je altijd nog kijken of iemand anders, een andere dokter, het wel wil. Nu je weet dat het ook anders kan. Ja, moet alles wel over gelezen, anders. Ja, hè? Ja. Dus nou, ze zegt ook, zorg ervoor dat je met iemand, dat je samen met een dokter kunt werken of die daar dus open voor staat. Want het kan best wel zijn dat een dokter zal zeggen, ja nee, dat hebben we niet bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat, om een bepaalde reden, ja, het kan van alles zijn. Maar dan kun je zeggen, kun je altijd nog ergens anders naartoe gaan. En vind diegene die daar open voor staan. En er zijn ook veel artsen die ook eigenlijk de alternatieve geneeswijze ook wel in hun praktijk hebben. Dus dat kan je samen hebben. Misschien dat je op die manier, ja. En wat zegt de zorgverzekeraar? Dat weet zij niet. Dat weet zij niet. Want ze weet niet hoe de zorg hier werkt. Maar het ligt eraan aan je, het ligt aan hoe jij verzekerd bent waarschijnlijk. Of daar bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen ook mee zitten. Ja. En dan is het nog de vraag of degene die dus dat voorschrijft of kan doen, of die een arts is in alternatieve geneeswijzen. Voor mij moet het een arts zijn of een therapeut. En aangesloten zijn bij een bepaald soort BIG. Is dat okay. BIG. Ik heb ook gelezen, ik heb gelezen bij gehoord.
dat mensen met schildklier veel eten moeten doen. She asked people who have thyroid questions, do she heard that they need a lot of do they need more proteins? Yes, you know, for sure, but that's not specifically what's going on. The whole thing is just you're not getting all the nutrients you need. You know, the thyroid's one of the master glands, and it needs a lot of different things to make it work, so it just doesn't need amino acids or proteins. So, and one of the things that, you know, we'll get a lot is, so right now really popular in the United States media is selenium's gonna, you know, it's going to reverse your diabetes. And to some level, that's really going to help with diabetes. That's definitely true. But cherry picking or nutrients, it's just not fair to the body. So what we're doing is we're saying, oh, I'm going to take the selenium and everything. You know, you need vanadium. You need magnesium. You need calcium. You need all these other nutrients in the, you know, you need them all because it's just all these amazing chemical reactions happening. So one of the things about the body, you know, there's like, you know, a million reactions going on right now while I'm standing here, and I need all of those essential nutrients to do my job. And in biochemistry, we've discovered so far, and there will be more that we will discover, but there's 90 essential nutrients that you need on a moment-by-moment basis that are clicking right now, and if you don't have it, your body has to work harder, or it might have to find something else that it can utilize to make what needs to happen. Our goal is to prevent degeneration, and to, you know, ideally to live a life where we're not suffering towards the end of our life. And the way we do that is just by supplementing and not making bad food choices. I know all of you have heard it before, but what's fun about what I'm doing today is I'm here to tell you, and I'm somebody from the medical profession coming and telling you, hey, this is what you have to do. You know, I'm not a dietitian, I'm not an herbalist, and no offense to any of that, but I mean, I'm here from the other side telling you, hey, it doesn't work over there. You guys go over there, you're going to get sicker. Dus eigenlijk wat ze zegt is, back to, does she need protein? Okay. Op zich heeft de schildklier geen proteïne nodig, eigenlijk. Het is eigenlijk een van de grootste, het is eigenlijk een soort van centrum waar heel veel geregeld wordt voor hormonale dingen en dat soort dingen. Maar op zich heeft het niet echt proteïnes nodig. Maar ze zegt eigenlijk, je kunt bijvoorbeeld wat je ook hebt, je kunt dan proberen bijvoorbeeld omdat bijvoorbeeld de schildklier, als je selenium of jodium of een koper tekort hebt, dan ga je daar waarschijnlijk een beetje een probleem krijgen met je schildklier. Maar ze zegt, je kunt proberen om allerlei stofjes apart te pakken voor het lichaam en daarmee beter te worden. Maar ze zegt, je hebt dagelijks 90 essentiële stoffen nodig. Ja, dat zijn 60 mineralen, 60 vitamines, 12 aminozuren en 3 vetzuren. Als je gewoon simpelweg nog zorgt dat je alles gewoon dagelijks neemt, en dat kan dus in de vorm van supplementen of heel goede voeding, verse voeding. Als je dat nou doet, dan zorg je er eigenlijk voor dat, omdat je hebt niet alleen dat nodig voor je goed werkende schildklier, maar er zijn eigenlijk al die 90 stoffen zijn nodig. Dus waarom niet proberen om gewoon al die stoffen gewoon dagelijks tot je te nemen, zodat je dit soort problemen kunt voorkomen. En dat is preventie. Also about the thyroid, they operated me more than 30 years ago. They took away the half of it. Yes. What you are telling now, I have to count, because never they gave me a medication. I have to think about some things to take, like he explained in Dutch, for some yes. Supplements or nothing. Yes, for sure. So the person we're sharing with here has had part of their thyroid removed, and that's a very popular operation in the United States too. And one of the things that'll happen is when that, clearly they're not getting all their master hormone production that would be optimal for this your life.
And one of the ways he can assist himself is, again, making sure that the bases are covered biochemically, making sure that the 90 essential nutrients are in his bloodstream, that his thyroid's able to optimize and operate efficiently. And then I would also personally be looking at adding what I like to, iodine, and my favorite source of iodine is Lugol solution. That's L-U-G-O-L apostrophe S. I'm sure there's something like that comparable in Holland, but you can easily find it in the States and you can probably get it shipped to you. And it's an iodine solution and it helps boost the thyroid naturally. It's really great. So you would, things you might say, well, I got it taken out. I haven't really noticed anything. I seem to be okay. But if you're noticing fatigue, if you're noticing maybe not as much energy, then you'd want to start looking at helping boost your thyroid. You could have been one of those people that just got lucky, you're strong, you're healthy, you got half of it removed, and you just never really, you know, you just kind of got lucky. You probably eat pretty clean already, probably get a lot of minerals in your diet. It was for 2 months. I had a tumor. Great. And it was nothing, but... Got it. And tumors too, you guys. You want to be alert to that. Tumors, you know, they could be malignant or benign. They don't always need to be excised or cut out. Just because you have a tumor, all that means is it's a growth. Just because you have something like that in your organ doesn't mean you should immediately get it taken out of your body. A tumor is actually the body's way of sequestering toxins. Okay. You have to make... gehaald, hè, van je schildklier weggehaald. En wat kun je dan doen? Hè? Moet je dan misschien supplementen nemen? Nou, dus zij zegt eigenlijk, nou, dat zou eigenlijk heel goed zijn. Omdat je eigenlijk dan een bepaalde dosis zelf kunt gaan bepalen en ook weet wat je binnenkrijgt. Maar hij zei dus ook, nou, ja, er zat een tumor op. En nou, zij zegt daarop van, ja, oké, een tumor, ja, daar moet je altijd even mee oppassen natuurlijk. Alleen een tumor hoeft niet te wezen dat het altijd gelijk hoeft weggehaald te worden. Het ligt erover of het kwaadaardig of niet kwaadaardig is. En eigenlijk zegt ze van als een tumor, het is eigenlijk een soort van signaal van het lichaam dat er, what did you say at last? What is the cause of the tumor? The tumor is when the body sequesters toxins. Oké, als er dus veel toxiciteit, dus gifstoffen in je lichaam zitten, dan is dat eigenlijk een oplossing vaak van het lichaam om een tumor te maken. Dat is eigenlijk, dat is een reactie van het lichaam vaak, om te proberen dat het geen verdere schade gaat aanrichten in het lichaam. Dus je kunt het op twee manieren bekijken. Dan is een tumor, is het alleen maar slecht, of is het juist een soort van redmiddel ook voor je? Om bijvoorbeeld juist, misschien was je al eerder dood geweest, dan is dat misschien nog een... En zo wordt vaak in die wereld wordt daar vaak naar gekeken, van dat de tumor op zich niet alleen hoeft gezien te worden als zijnde heel kwaad dood of wat dan ook, maar juist dat het nog een soort van stage is in het proces dat je langer kunt leven eigenlijk. Dus misschien was je anders al eerder weg geweest. Dus ze zegt, en daarom sommige... tumoren kunnen ook uit zichzelf weer slinken. Dat heeft ze ook wel gezien. Hè? That, regeneration. Yes. And one of the things when I have people, they'll come to me, you know, pharmacists are one of the first people that I'll see people that are really sick. You know, they'll come in and, you know, I see them the day before they're getting something, and then the next day they come in and they say, Melissa, I've been diagnosed with, you know, they found a tumor, it's stage 4 lung cancer. Oh, Melissa, they found a tumor, it's in my kidney. And I have the pleasure of encouraging these people to take some time and give their body some time, because what the body will actually do is it will digest that tumor. So if you make some lifestyle changes, you make some nutrients, you get those nutrients on board, you change what you're eating. I've seen this multiple times. I've seen the tumor, and that makes sense. Your body will just naturally go around. Your body is on a constant cleanup mission, and if you give it what it needs and you stop bombarding it with things it needs to clean up, right? Fasting, eating really clean, tumors will go away. So all I ask is take a minute, don't fall deeply into the system and get really scared, and immediately have body parts removed. Take a minute, give yourself a couple months. You've already lived with that tumor most likely for months before, so just give yourself a couple months and see what can happen. Because a lot of times they'll go right to operation and then you're dealing with a whole other bag of problems. And I think I'll let you close with that, and then, yeah, we'll just maybe...
Okay. Als ze zeggen tumoren, vaak zijn die tumoren er al een tijdje. En als je een tumor hebt, kan het zeggen ze eigenlijk van, nou, je kunt dat weer vaak ook weer het lichaam laten oplossen, maar dan heb dat vereist dan gewoon een totaal andere manier van wat je eerst hebt gedaan. Hè? Dus nou, dat kan, en dat heeft ze heel vaak gezien, door middel van bijvoorbeeld vasten. Dus vasten is simpelweg niet eten. Zeg maar. En iedereen vast elke dag, want als je slaapt, vast je, zeg maar. Maar om die tijd dus iets langer aan te houden, of dat heeft ze gezien dat dat een heel groot, dat het heel belangrijk is in het bijvoorbeeld beter worden daarvan, dat het lichaam dat daarmee kan dealen. En ook schoon voedsel, zeg maar, echt meer echt op de groentes alleen gerichtbaar. En daardoor heeft ze ook gezien dat heel veel dingen door het lichaam zelf worden opgelost. Is een mogelijkheid, zegt ze, maar dat zijn dus gewoon, dat heeft dus echt te maken met een totale levensstijlverandering. Maar dat is logisch. Vaak is het zoals jij, wat je nu bent, is een uitkomst van hoe je hebt gegeten in al die jaren. Ik bedoel, en dat is vaak bepalend van hoe gezond je bent. En omdat er vaak weinig kennis is over wat iets in het lichaam doet, qua voedsel, wie weet tegenwoordig wat hij in zijn mond stopt, wat erin zit. We weten het gewoon niet. Het is ook heel moeilijk, want het wordt allemaal zo gefabriceerd, geproduceerd. Je weet nog god niet wat er allemaal in zit. En toch stopt het erin, snap je? Dus geloof me, er zit heel veel troep bij. En ja, als je dat allemaal een beetje steeds opsomt, ja, dan kunnen er gekke dingen gebeuren. Dus zou je dat veranderen, dan zal dat ook een hele andere uitkomst geven. 1 en 1 is 2. Wil je geen 2, maar je wil 3, moet je 1 plus 2 maken. Dan moet je het sommetje iets anders maken. Nou, als er nog andere vragen zijn, of dan... Over de IMM's, waar zoveel in voeding zit. Ja. Als ik naar een Chinees ga, ben ik heel erg ziek. Als je wat? Naar nou, een Chinees bijvoorbeeld. Waar, 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 waar. Oh. Ze zeggen, do you know like e-numbers? You know that? Do you have that in America? E-numbers? E-numbers? Yeah. Like, okay, like we have e-numbers. Mm-hmm. It's like where you can see like what is the nitrate, what kind of nitrate oh, lab is, numbers, you know, yes. All the what kind? Yeah. So we definitely do laboratory tests and see your blood chemistry. No. Every product here. As to the oh, the toxins in the food. Yes. Yes, great. Lucky you guys. We don't have things like that in the United States. Ze hebben dat niet eens in Amerika. Zo slecht is dat daar gesteld eigenlijk. Dus daar staat niet op de voeding van wat er is. Nee. Nou, geen E-nummers in ieder geval. Hier moet dat op staan. Hier moet je moet in de E-nummers op staan. Okay, she when she goes to a like Chinese restaurant, yes. She's like always get what is it dan? Heb je dan opgekomen maagje of heb je voor je opgeblazen? She's like digestive problem and gastroesophageal reflux. Yeah. Could you just for the sake of it, you know, it's so awesome to have Rudy here today. Yeah. Would you tell the people in the United States what an E-number is and what that's about? Okay, for people in America, E-numbers we call it like here. Those are like everything what's on a product there always has to be like the warnings and the signs of what's in the food and also the toxins like nitrate, things like that. Everything here, every product, it's not allowed to cover that up or something. So it has to be in on the label. And yeah, it's bad, man. You don't have that, so we're very lucky here in Holland. Mm-hmm. Great. And yeah. So again, the E number measures the nitrates. For instance, nitrates, but also like if you have like acid, you know, or for coloring, you know. Okay. So it consolidates. Probably does it consolidate colorings? Food colorings too. Food coloring, yeah, so it's pretty much assessing the toxic load of that food. Yeah. So what is the highest E number that's available and that you can eat here? Oh, I don't know. It's labeled with red and green is okay, but red, and there's also books, a special book for it, where you just can get it and you can look it up and then you can see how much toxin there is in the food.
Do you know what I love about it? Is there anybody in this room that ever eats anything that's red labeled? Anybody? You zijn die mensen die ook iets eten van die E-nummers die waar die rood zijn? Ja. Hey, there's some people in here that eat red. Oh my god. Dan kom, kom je niet onderuit. Nee. He says, you can't help it because it's everywhere, you know? Oh wow, okay, great. Interesting, interesting. So at least you as the Dutch consumer can make those choices and you know. And they're not lying to you. Like in America, we don't let you, you know, you buyer beware. We make it very pretty, the packaging, we make a jingle with it, and it's straight up toxic. And you don't, you know, if you're not paying attention, and most people don't. You know, most people want to live a comfortable life. All the zakjes zitten, and all the processed food. Excellent, great, yeah. So, the e-numbers, and yes, when we had somebody mention when she eats Chinese food, she gets gastroesophageal reflux, and that would make sense. And I love, one of my favorite chemicals to talk about when I talk, I do radio and podcasts, and one of the things I love to talk about is monosodium glutamate, also known as MSG. By a show of hands, who has heard that chemical name, MSG, monosodium glutamate? Okay, so it used to be really a big deal, very well known. It's still well known if you pay attention, but they started advertising, hey, we don't put MSG in our food, particularly Chinese restaurants, because they were getting hit. They were known for it. And what MSG is it's a chemical that when it goes into your bloodstream, it goes directly to your brain, and it tells your brain that, hey, this is good. It activates your dopamine receptors, and it says, eat more of this. Okay, can I know? Yes. Because it's too long for me. MSG, dat is dus eigenlijk wat vaak in het Chinese voedsel wordt gebruikt. MSG? MSG. Fitchin. Heb je wel eens gehoord misschien? Yeah. Dat is ook, dat wordt heel veel gebruikt in de keuken, vooral in Aziatische keuken. En dat zit dus een stof in, dat is eigenlijk gewoon een beetje, het is gewoon bijna gewoon giftig. Het mag eigenlijk ook in heel veel dingen, mag het niet meer gebruikt worden. Maar in vooral Chinese restaurants wordt dat veel gebruikt. Heel veel mensen zijn daar gevoelig voor. En wat het doet is eigenlijk, het komt eigenlijk in je bloedstroom en het komt uiteindelijk in je brein, bij je brein terecht. En het vertelt eigenlijk dat het lekker is, dat het goed is. Het stimuleert vooral de L-dopamine, dat is dus een hormoon wat heel goed stimulerend werkt. Okay. Wat is MSG dan precies? Een kruidingmiddel of een chemisch product die de smaak bevat? Is het MSG, is het like a chemical or is it like a natural thing? It's a chemical and it was made by food chemists. And that's somebody else you have to watch out for. You know, when we're navigating the world, you know, we're eating corporate food, we're eating corporate pharmaceuticals, you know, we're drinking, in the United States, we're drinking corporate water. We have to be aware. So it was a chemical that was made in the food industry. They noticed, hey, if we put this in the food, people eat more of our food. Now we know why, because it tastes good. Yeah. But one of the things they did when they caught on that people knew what MSG was, monosodium glutamate, the food industry in the United States, they got away with it legislatively to change it to modified food starch. Hmm. So then the educated consumer picks up the pack, they don't see MSG, they think it's great, safe, but it's not. Modified food starch is another name for monosodium glutamate. So again, it's the same. Yep, same thing. Okay. So, yeah. Well, you can make sausages like a juice with, like if you want to. Or for instance, if you want to have a nice steak with the sauce, yes. A lot of them they use for the sauce. They could do that, yeah. Higher end restaurants most likely don't, but when you're thinking about Chinese and, you know, regrettably, places that might be using more rancid foods, you know, you can mask it. Honestly, you could put it on something that's toxic and you could eat it and you wouldn't know, but you would know later because you would feel it and you'd get sick. So when she's telling me that she's eating, I'm guessing it's MSG because she gets sick. It's because number one, that in and of itself can be very irritating. Monosodium glutamate can be very irritating to the system. And number two, you know, she's probably eating something that isn't the freshest quality and the MSG is masking that. So yeah, there you go. So that's something else that you need to be paying attention to. One of the things I tell everyone is read your labels. You know, if your eyesight's good and you can still read labels, do it for other people. And point it out, hey, look, you know, not just MSGs, but
food colorings. I mean, it's great you guys have the e-labels here, so it makes it a little easier, but if you don't read your labels, you're not really knowing what you're getting. So when in the United States, we tell people to shop the outer ring of the grocery store because that's where all the original, you know, what grandpa and grandma used to eat. So you have your meats and your cheeses and your milk and your vegetables. Everything else in the center is processed food. Nou, eigenlijk nou het verhaal van MSG, hè, dat was wel een beetje duidelijk. Wat ze erover vertelt, nou ja, zij in Amerika hebben dat totaal niet. Dus wat dat betreft kunnen wij heel bewust de fout in gaan. En zij moeten echt moeite doen, zeg maar, om ze kunnen in principe vaak die keuze niet maken. Ze moeten dan moet je echt gewoon echt erin gaan en proberen te onderzoeken. Wij in Nederland kunnen gewoon bewust zeggen van oké, nou, er zit wat rood in, maar hè, zoals we toch doen, ja. Mee. Maar ja, dus ze zegt als je je labels kunt lezen, nou, dan kun je jezelf beschermen eigenlijk. Wat zij dus niet kunnen doen. Mag ik nog een vraag stellen over gluten? Ik had ook een vraag. Oh. Ik vroeg net al even wat. De MSG is E621. MSG is E621? 621, de meest kwade. Ja, it's a red. It's a red E. Oh, it is, yes. Great, that's good to know. It's yeah. Very, very red. Dark red. Dark red. Bloody red. Yay, well, at least it's, yeah, I can't wait. We're going to go shopping at some point, so it'll be fun to look and see what labels are marked red. And so, yes, first off, I want you guys all to know that you can reach me. I'm on a bunch of different social platforms. I'm on Instagram and Facebook under Nutritional Pharmacist. And so if anything about what I said intrigued you or you want to know more, you can always reach me through those platforms and I can help you. If you know anybody that's really sick, you know that anybody that's dealing with type 2 diabetes and they want to reverse that, I would be honored to work with them. That's something that can happen really fast. High blood pressure, hypothyroidism, hyperthyroidism, all of these conditions I've seen reversed, arthritis, a lot of it, you let me know. I'd love to help them. That's really important to me. And the other thing, you know, we're doing this today, but Rudy and I, we're working in partnership and I'm always available. So if you need somebody that needs that kind of extra, hey, this person has a medical degree and, you know, they can tell you what's really going on. I mean, I'm fine playing that role for you. So I think with that, we're going to go ahead and close. And Rudy, come up here with me. Thank you so much. It was a blast. And yeah, so we're going to go ahead and close out this part, but we'll be around for questions. So see you guys soon. Okay.